Dan gaan we naar klimaatactivisten. Die blokkeren op dit moment een loopbrug. Het gaat om klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En zij blokkeren een toegangsbrug naar de elektriciteitscentrale in Diemen. Climate justice! Climate Justice Now, dat roepen ze. Tientallen activisten die hebben zich vastgeketend op de loopbrug en verhinderen op die manier dat personeel naar de centrale toe kan lopen. Eigenaar Vattenfall die heeft plannen om deze elektriciteitscentrale om te bouwen tot de grootste biomassa-centrale van Nederland. En de activisten die willen duidelijk maken dat het verstoken van hout geen goed alternatief is wat hun betreft om de maatschappij duurzaam in te richten. Heeft u sympathie voor die actie? Nou, ze hebben helemaal gelijk met hun punt dat biomassa niet duurzaam is. De Europese Unie noemt het duurzaam. Maar het is het kappen van bomen, verstoken in ovens. Daar komt CO2 bij vrij, daar komt stikstof bij vrij. En het idee is, die bomen groeien wel weer terug. Dus op papier is het een klimaatneutrale maatregel, maar in de praktijk helemaal niet. Dus we moeten zo snel mogelijk stoppen met die biomassa. De Partij voor de Dieren heeft zich daar altijd al tegen verzet. Ja, jullie hebben ook laatst een motie ingediend om die subsidies in ieder geval stop te zetten. Dat is ook gelukt, dat is aangenomen. Ja, maar eigenlijk is het dus van belang om heel fundamenteel te kijken. Want dit zat al in het energieakkoord, hè, waar dan van gezegd werd, nou, dan kunnen we overschakelen naar groene energie. En toen zeiden wij, maar daar zit biomassa in, dat moet je niet doen. En intussen zit er 10 miljard subsidie in. Dat is echt weggegooid geld. En je haalt niet de bijdrage voor het klimaat die je eigenlijk zou moeten. Nou las ik dat de koepel voor groene energiebedrijven dan zegt, ja, maar nu komt het klimaatdoel alleen maar verder uit zicht. Ja, maar dat komt dus omdat biomassa wel als een officieel op papier klimaatneutrale energievoorziening wordt gezien. Maar in de praktijk is het dat niet. Dus dit is een schijnwerkelijkheid waar je echt niks mee opschiet en waar je alleen maar belastinggeld aan verspeelt en het klimaat niet helpt. Jean, hoe kijk je naar dit soort dingen? Ja, je ziet die geluiden voor biomassa dat eigenlijk steeds vaker. Dus dat, en ik denk wel dat twijfel daarover uiteindelijk ook het draagvlak voor het klimaatbeleid ondergraaft. Wat dat betreft denk ik, moet je er wel heel pragmatisch naar kijken. Hoe kun je die CO2-uitstoot omlaag brengen? Nou, dat kan ook door meer gebruik te maken van gas, zou ik zeggen, op dit moment. En verder gaan natuurlijk stemmen op om te kijken of er niet een kerncentrale bijgebouwd zou moeten worden. Ja, waarom bent u eigenlijk, want daar bent u niet voor, hè? Nee, kernenergie heeft natuurlijk het grote probleem dat je met gevaarlijk nucleair afval komt te zitten. Het is ook niet reëel en het is eerlijk gezegd ook wel een beetje een bliksemafleider van de discussie die we echt moeten voeren, dat we radicaal andere keuzes moeten maken. Ja, maar met alleen energie van wind en zon zijn we er natuurlijk niet. Dus. Maar dat is omdat mensen dan de discussie uit de weg gaan voor de andere keuzes die we ook kunnen maken. Als je bijvoorbeeld weet dat in Nederland staat één kunstmestfabriek die gebruikt in zijn eentje 5% van de hele aardgasverbruik in Nederland. Eén fabriek. Kunstmest is ook nog eens niet goed voor duurzame landbouw. Je moet dan wel keuzes durven maken om te zeggen, nou, daar stoppen we mee. Dus durven kiezen voor echte energiebesparing en echte duurzame oplossingen. Goed, we hebben